Lobby, brothers and sisters, live, brothers and sisters, alle Stranamen. Ik heb gemeend als president om nader in te gaan op de recente ontwikkelingen waar ik soms merk via social media, maar ook de informatie samen vinden vanuit het veld, dat er een klein beetje onzekerheid ontstaat bij de samenleving. Hier en daar wat onduidelijkheid over sana objectsubsidie, sana subjectsubsidie. Lek president, misabi van we vieren nu. Misab, zij je vieren nu. Misaba positie view. Je look je portemonnee, je look de pching, je look score, je look transport, je look de prijs in de supermarkt, je look de prijs voor de groente. En de zijn, I give you stress. De zijn, I give you edehati. En je denkt, ik ga er fout kon uit. En onnulijk regeren, don dat je denkt aan je. Voor je de maatregelen kon, dat je kon uit. Maar ik heb ook toe, ze verwachten met de, die kon naar regering. Iedereen wilde verbetering, snel van hun eigen situatie, van de situatie in de samenleving, maar ook toe in de situatie in de herkondere. En natuurlijk, dat we niet aan toe. Maar als je dat doet, en dat is ja financiële positie voor herkondere, per feite, je een afvoermogelijkheid. Bij sommige schuldeisers, dat naar de man, dat naar de instituten, dat naar de kondre, bij hoeveel money. Maar hoeveel sommige niet, bij hoeveel sabi dat een man paaien bakken. En dat door 4 miljard Amerikaanse dollar. Maar die schuldeiser, die wil hun geld terug. De ongeheerde suit tori. Ze hebben overeenkomsten gesloten, ze willen geld terug hebben. En money, ze in een man pay direct. Omdat dat money nodig is. Het tweede zijn niet, ze zouden takkeren, wat gaan jullie allemaal betalen? Maar geef je een soort ding, geef je een soort ademruimte. Kom je de economie op het juiste spoor. En dan moet pay. En zodoende ik kan ontwikkelen aan konderen toe. Zodoende ik kan tja ook toe. Boon zijn ik jouw volk. Ze zijn eens geworden dat we met hun gaan onderhandelen. Vouw we paai den bakka. Oten we paai den bakka. En een soort rente we paai den bakka. Onder één voorwaarde. Dat de economie moest herstellen met een IMF-programma. Dat is niet maar eis. Het tweede is dat onze schuldpositie, onze financiële economische situatie zo ernstig is, dat wij dat alleen kunnen oplossen met internationale samenwerking. En mijn babribi, dat je voor volgend programma, boomfasi, alles om aan, ja, iedereen die een beetje meehelpt om te bezuinigen, dan gaan we wel eruit komen. Maar eerst zijn we aan de economie af, zijn er in disbalance, aan dit balans, dat we hier een uitgave hebben, maar een inkomsten lagen. En zij zorgen dat we uitgave hebben. Dat we hebben een subsidie hebben, miljarden subsidie hebben per jaar. Die stroom, die brandstof, die water en sommige sociale instellingen. Maar trouwens, als je een inkomsten dat de economie veel ontwricht, dat koers nog stabiel, de economie nog stabiel. En dat betekent dat de regering Suriname, je moet het op spoor brengen. Je moet het in evenwicht brengen, je moet het in balans brengen. En hoe gaat u dat doen? Door te zorgen dat u meer inkomsten gaat brengen. En aan de andere kant, dat u minder gaat uitgeven.
En dat zijn we nu aan het doen. En daarbij worden we ondersteund door IMF met 690 miljoen. Daarbij worden we ondersteund door IDB met een extra 500 miljoen. Daarbij worden we ondersteund door de Wereldbank. Daarbij worden we ondersteund door zoveel andere landen die ons die ondersteunen, de financiële ondersteuning geven om projecten uit te voeren, om ontwikkeling te brengen, om onze economie weer gezond te brengen. Maar dat wil wel zeggen, je treft een maatregel. One C. Dat morgen inkomst zij komt, je treft een maatregel tracé. Dat uitgaven over de verminderen. En tracé moet je ook een sociaal programma hebben om die samenleving te beschermen. Dit naar de Drisani. Sa unu ay voeren nu uit. En de Drisani moest de in balans. En van die balans, de alasan kon wakaboom. En alasuma. Oh, abem boom. Uiteraard, u den wat moeilijk ding. Ano sen na wang. Ah, heer grond tap u den wat moeilijk ding. Petrolprijs steeg als gevolg van oorlog in Oekraïne. Voedselprijs steeg. Ah, importinflatie komt door en zei hey. En dan zei roken door naar de supermarktprijzen, naar de pompprijzen, naar alles. En daarmee moeten we ook rekening houden. Maar wij hebben gezegd, sociaal programma voor ons is belangrijk. Daarom zijn we als regering gegaan naar Washington om met IMF te praten. Van hier IMF, die we tekenen een overeenkomst een jaar geleden. Oene we hebben oorlog in Oekraïne. Oene we hebben importinflatie. Oene we hebben de stijging voor de prijzen. Dus no one IMF programma staat er binnen een realiteit voor Sernang. En daar voeren we nu overleg. Daar voeren we nu onderhandeling. En dat betekent dat wij dan moeten zorg dragen dat de samenleving zo goed mogelijk beschermd wordt met een sociaal programma. Gezinnen, ze hebben steun van nodig. Personen met een beperking, we geven extra 1800 SRD per maand. Maar, morgen groepen de, en die gaan we ook beschermen. Die gaan we niet in de steek laten. En hoe maken we dat berekenen? Bij een grens heb je de som op hulp van Odo, dat de maat 6.000. Ik kan zeggen dat morgen groep is dat ik aan 6.000, maar dat 7.000. Hoe begin je aan 6.000? Hoe begin je de man, dat mijn salaris stel ik 6.000? Dat de groep dat ik kan actie steun, heb de steun van Odo, voor kies subsidie op stroom, op brandstof, op water, op gasbom, op voedsel, tap medicamenten, transport, babyvoeding. We geven een steun dat die. Maar op basis van goede registratie. Dit is naar de maatregelen, maar dat want ook wel, en dat na een onderdeel voor het IMF-programma, dat als subsidie tap als stroom, langzaam aan moest gaan. Als subsidie tap als brandstof, aan moest gaan, heel bieting. En als subsidie tap alle interesse aan moest gaan. En mijn verantwoordelijkheid ligt regering na, voor het sociaal programma komt. Dat P als subsidie ook weer. En je moet pijn moren. Dat in af pijn moren. We komen aan financiële steun. We komen aan een programma. Zo moet je happy komen. En hoe want je aan ik bang? De belasting schijf pas aan. Dus alle sommers hebben een salaris. Stel ik 7.500 SRD. In af pijn belasting. Dat heb je een extra besparing. Man. Los voor de samen voor hem. 1800 zou beslissen. U beslist ook toe dat openbaar vervoer, de prijs nu stijgt daarbij. Want we dan subsidiëren openbaar vervoer. De mensen die gebruik maken van de boten, die gaan ook niet meer betalen. Want dat wordt ook gesubsidieerd. En ik begrijp ook dat jullie allemaal afvragen, hoe lang gaat dit duren? Zijn er de maatregelen zou komen morgen? Alles gaat ondersteund worden. Door ons programma. Hoe lang zou het zijn? Als stroomsubsidie. Dat bij IMF taki. Je moet het in 4 termijnen afbouwen. Wij gaan onderzoeken of u dat kan dragen. Wij gaan onderzoeken of met die 1800 u wel in staat bent dat te betalen. En natuurlijk wil ik een fase zodanig dat een schok noemde. Heb ik je afvolg. En als er een gasbomprijs
We moeten het aanpassen, maar zodanig dat je het kunt betalen. En zo zal het ook gaan met de andere zaken. Dus het termijn, hoe lang het zou duren, zal afhankelijk zijn voor de mogelijkheid, zal UNO abi, voor je bescherming kon, dat u kan dragen verhoging. Maar nogmaals, we gaan geen schokken creëren in de samenleving. We gaan hier voor zorg dragen dat door afbouw van snelle subsidie het volk totaal niet meer zal kunnen dragen. En dat proberen we in goed overleg met IMF ook uit te leggen. Dat we allemaal een gezonde economie willen. Ik heb ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Ik heb ook een verantwoordelijkheid dat in dit land we een volk hebben dat goed kan leven. En dat er betaalbare voeding is. En dat kosten van levensonderhoud ook draaglijk gemaakt moeten worden voor het volk. Dat is onze verantwoordelijkheid als regering. En misap dat, uno de helemaal tevreden, uno verantwoordelijkheid, lekker regeren, tja hepi kom, breng hulp, breng oplossing, geef bescherming aan de samenleving. En daarop werken we dag en nacht, we plegen ook overleg met alle groepen. Maar broeders en zusters, u kunt erop rekenen dat wij als regering het volk niet in de steek gaan laten. Dat we alles gaan doen om het volk te beschermen. Dat we alle maatregelen gaan treffen. Dat we zo snel mogelijk gaan naar een betere situatie. Maar deze reorganisatie voor de economie, deze herstructurering voor de economie, hoe af van hoe doen, Fuchara oso, gomoro fara, asana oso, en no atendoro, fu hepa people. No atendoro, fu hepiu. No atendoro, fu kwama programma, fu tja verlichting kwam. Yala sana man. Blijft u hoop houden. Wij zijn een regering en we gaan voor u werken. Wij zijn een regering die dag en nacht voor u zullen werken. Grand tangi. Zeer veel dank.